In deze video ontdekt u de verwerking van een terugbetaling. De eerste optie is om in de kassa te klikken op de knop aankoop. In dit venster kan u zoeken op het bonnummer of op het transactienummer. Het is ook mogelijk om een transactie te scannen. Klik vervolgens op de knop openen achter de transactie. Als er meerdere producten zijn, kan u aan het begin ook één product selecteren. Ook het bedrag is nog te wijzigen. Bijvoorbeeld als een product gedeeltelijk wordt terugbetaald. Als een product nog niet volledig is betaald, staat de actie op restbetaling. Deze kan u ook wijzigen. Vervolgens zijn de producten als terugbetaling te herkennen aan het rode vierkant en de tekst retour. We kijken nu nog even naar de tweede optie om een transactie terug te betalen. Klik hiervoor in het menu aan de linkerkant op transacties of vind de transactie via de betreffende klantpagina. Open vervolgens de betreffende transactie. Vervolgens kan u aan de rechterkant klikken op de knop terugbetaling. Hetzelfde venster verschijnt als bij de eerste optie. Vervolgens kan u andere producten toevoegen, want vaak gaat het natuurlijk om een ruiling van een product of de uitgave van een cadeaukaart. Laten we eerst nog kijken wat u kan doen als de transactie niet in het systeem staat. Probeer het product dan toe te voegen via de voorraadknop. Zoek op het productnummer. Wijzig vervolgens het veld Normaal in retour. Staat ook het product niet meer in het systeem? Gebruik dan een algemene sneltoets. Helaas heb ik geen passende sneltoets in dit account. De omzet wordt dan in de gekoppelde artikelgroep afgeboekt. Wijzig de titel naar het productnummer en selecteer de optie retour. Vul ook de gewenste prijs in. Dit wordt dan automatisch een min bedrag. Komt het product terug op voorraad, terwijl deze niet in het systeem stond? Boek deze dan in via een inkooporder. Laten we nu, na het afrekenen, nog even de terugbetalingpagina bekijken. Deze pagina is ook te openen via het menu Transacties. Hierop is te zien dat het om een terugbetaling gaat.